Ik vind croissantjes heerlijk, opa. Zeg, ben jij gek geworden, jongen? Hallo, sorry. Hey, Jopie. Nou, zal ik het je nog één keer voordoen? Schillen doe je met een vloeiende beweging en niet het gehak wat jij altijd doet. Oh, als ik Picasso was, heette dit mijn cubistische periode. Heel goed van je. Dan zal ik hem nu inlijsten. Dan begin jij met de volgende, maar nu met een dun schiller. Ah, ja. Dun schillertje. Zuinigheid met vlees. Ja, want vlak onder de schil zitten de meeste vitamine. Die cubistische aardappels van jou, daar krijgen we allemaal scheurbuik van. Zeg, hebben jullie de krant gezien? Ja, het was zijn idee om de schil erop te gooien. Nee, deze krant. Kijk, hier op de brievenpagina. Allemaal boze brieven van ouders op mijn artikel. Wat had je dan geschreven? Nou, alleen maar gepleit voor het gebruik van de fietshelm door de jeugd. Nou, lijkt me een uitstekend idee. Waarom zijn die ouders dan zo boos? Ik heb ook gezegd dat onoplettende ouders indirect bijdragen aan het hersenletsel van een kind. Ah, heel subtiel. Ja, veiligheid van het kind begint bij de ouders, toch? Helemaal waar. Ja, grootouders kunnen ook een steentje bijdragen. Ah, Willemijn, waar is onze fietshelm? Ja, dag. Ik ga niet meer zo'n vergiet op mijn hoofd lopen. Jij staat elke dag voor niks te vullen. Nou, zie je wel. Willemijn heeft nu al hersenletsel. Ja, gekte is erfelijk. Je krijgt het van je kinderen, hè? Zeg, wat is dat voor troep? Dat is geen troep, mam. Dat zijn computerspelletjes en video's. Die heb ik op Kim de Garage Sale gekocht. Kim de wat? Garage Sale, opa. Ja, ik ga er ook een houden. Je verzamelt gewoon wat oude spullen waar je op uitgekeken bent en die verkoop je dan. Recyclen heet dat. Andermans troep in huis halen heet dat. Daar moet je dan voor betalen ook. Nou, ik vind het een heel aardig initiatief van de jeugd, hoor. Ik bedoel, dat heet economische kringloop. Goed idee. Tadaa! Ik heb de wereld gered. Was de wereld in gevaar dan? Zolang Sander op aarde rondloopt, is de wereld in gevaar. Ik heb een topscore gehaald bij Alien Attack. Die hadden buitenaardse wezens hadden Washington en Tokio weggevaagd. Ja. Maar vlak voor Parijs eraan ze gaan, kon ik nog net een kernkop in het moederschip plaatsen. Kaboom! Een kernkop in het moederschip. Wat is er toch gebeurd met dat goede oude ganzenbord? Oh jee, je kan in de waterput vallen, de gevangenis in en terug naar af. Oh, spannend zeg. Als je nou nog eens een paar ganzen op kon blazen. Zo, kan ik kennen zo die stof? Hey, geef hier, dat is mijn spel. Kamer Gerda, wat is dat nou weer? Je krijgt zoveel mogelijk punten door voetgangers en fietsers voor mijn sokken te rijden. Als ze er maar wel een helmpje op hebben, hè? Ik dacht dat Carmageddon verboden was in Nederland. Nee, dat hebben ze wel geprobeerd, maar dat is niet gelukt. Gaat het TSP? Hey, nee, geef het terug. Nee, dit is mijn spelletje. Dan verbied ik het nu, hè, ter plekke. Nu, direct. Ja, niemand hier in huis gaat zulke gewelddadige rotspelletjes spelen. Ja, maar dan kun je al die computerspelletjes wel bij het grof huisvuil zetten. Kijk, van die ouderwetse spelletjes leerde je nog logisch denken, hè, zo'n bordspel. Maar deze gruwelijke games, allemaal hersenloos vermaak. Ja, je moet opa hersenloos vermaak. Ik kom een strategisch inzicht aan een superieure oog-handcoördinatie. Ah, hij heeft de folder uit het hoofd geleerd. Gaan we nou nog wat spelen of durf ik niet meer? Oh, zal ik jou zijn poepje laten ruiken? Zijn dit aan wel doen, Bogier? Twijfel jij mijn tactisch inzicht? Nee hoor, maar wel in je oog-handcoördinatie. Kijk eens op de weg. Hallo. Oké, opa, wat gaan we spelen? Tekken Tag Tournament, MotoGP, Monster Ranger of In Cold Blood? Kan je iets duidelijker zijn? Nou kijk, Tekken Tag Tournament, dat is gewoon lekker knokken. En in Monster Ranger moet je je eigen monster uitbroeden en opvoeden voor ringgevechten. Ja, of ik dat nou meteen opvoeden zou willen noemen, dat weet ik niet hoor. En in MotoGP mogen de motorrijders elkaar van hun bikes rijden en slaan. En in Cold Blood moet je een tikkende tijdbom aan een rijdende trein uitschakelen. Weet je wat, doe mij maar een tikkende tijdbom. Dat is het enige wat ik onthouden heb. Oké, opaatje. Gaat u er dan maar eens lekker voor zitten. Zeg, wil je uitkijken? Anders zal dit opaatje een kernkop in je moederschip planten, hè? Vooruit. Zo. Nou. Gaat die tijd loopt. Dit doet me denken aan vroeger, hè, toen je moeder nog klein was.
Dan speelde de mens erger je niet. Monopoly, Halma, gordijnen dicht. Lekker kopje warme chocolade erbij. Ja, ik weet het. Mama vertelde dat je helemaal niet tegen je verlies kon. Spion me vloog. Fame leugens kon juist heel goed tegen mijn verlies. Gelukkig, want je bent alweer dood. Hé? Ja, je moet met die plak, maar je moet die deur opblazen, opa. Niet jezelf. Nou, kom op, je hebt nog twee levens. Nu nog maar één. Ja, maar er zit weer zo'n enge robot achter me aan. Ga weg, één ding. Ja, je moet hem opblazen, opa, met je EMP-mijn. De mijn moet je eerst opladen in de recharge point. Nou, blijf wel een beetje bij, anders wordt het helemaal niks. Ja. Ja. Zeg, vroeger, hè, als ik bijvoorbeeld een 6 wilde gooien met dobbelstenen, deed ik wat spuug op de 1. Je moet hem opladen, je mijn is leeg. Schiet op, opladen vlug. Hé, wat? De mijn moet je eerst opladen in het recharge point, anders kom je niet in de comms room. En dan kan je de guns control room wel helemaal vergeten. Maar wat is de, wat moet ik nou in de guns control room dan? Daar ligt de tik in de tijdbom, opa. Daar gaat het hele spelletje juist om. Oh. Begrijp je het eigenlijk nou wel? Jawel. Nou, eigenlijk niet zo best, nee. Nee. Eigenlijk vind ik het alleen maar gezellig om met jou een spelletje te spelen. Oh, maar ja, je bent weer dood. Hoe dood ben ik deze keer? Moors dood. Zeg, kunnen we dit spelletje ook in slow motion spelen? Nou, ik denk dat dat een betere suggestie is voor je. Hallo, hier is Rory. Hey, chef Willem. Kan ik even wat kunstmes van je lenen? Lenen? Hoe krijg ik het dan terug? In natura. Ik kom het hoogst persoonlijk terug op je plantje schijten. Nou, je gaat je gang maar uit. Nou, jij bent een vriend. Hij is de professor er niet. Nee, die is beneden. Is hij met Sander eens een computerspelletje aan het spelen. Een computerspelletje spelen? Nou, dan moet je toch ingemaakt met boter en suiker. Ja. Door zijn kleinzoon. Oh, wat zal hij de pest in hebben? Ja, daar ben ik ook bang voor. Maar ja, hij wil met zijn tijd meegaan. Ja, dat is niet verstandig, zeg, op zijn leeftijd. Nou, joh, wij. Die oude mensen die moeten dit soort agressieve spelletjes door niet meer spelen. Moet je nagaan, in één spelletje ga je 3 keer dood. Nou, dan gaat de gein er vroeg af. Ja, maar het is een rage, hè? Ja. Yo, computer, wappen, internet. Ja. Hey, wist jij dat er een site bestaat waarop je precies kan lezen hoe je van kunstmest een autobom maakt? Eerlijk, hè? Een autobom? Ja, ja. Zeg, daar ga je mijn kunstmest toch niet voor gebruiken, hè? Nee. Jouw kunstmest dat wordt gewoon op het rozenperkie van Maria gestrooid, trouwens. Ja. Ze was helemaal niet zo enthousiast, hoor. De vorige keer. Ah, nee. Nee, over die kruiwagen met kippenstront. Nou, nee? Heb je geen koffie? Nee, maar vooral niet kwalijk. Nee. Natuurlijk heb ik koffie. Hij zegt, is het decaf? Decaf? Ja, zonder cafeïne. Ah joh, wat moet je nou met koffie zonder cafeïne? Dat is toch gewoon bruin water? Ja, maar de mensen winnen het tegenwoordig. Joh, ik verkoop het ook in de zaak, eerlijk. Nou, maar het is heel goed voor je rikketik, zeggen ze. Maar moet je horen, een cappuccinootje is ook goed, hoor. Nou, bij mij krijg je gewoon een Hollands bakkie. Ja, en hier, latte en zucchero. Zoals we dat vroeger noemden, melk en suiker. Ja, we hebben jouw koffiemelk light en een zoetje. Nee, maar geef het nou weer. Nou, dan kan jij eens zien wat ik tegenwoordig allemaal te horen krijg. Een pakje troost, alsjeblieft. Troost heb je hem ook weer, hè? Hij deed best goed, hoor, opa. Als je maar één ding goed onthoudt. Plak mij loslaten voordat ik hem af laat gaan. Scheelt je 2 levens. Mooi. Oké, piepeltjes, ik ga weer eens naar beneden, hè? Moeder Aarde is in gevaar. Ja. Zeg, wat hoor ik nou, Rogier? Heb je jezelf opgeblazen? Ja, kijk, ik kwam niet verder dan level 3. Ik kon het recharge point niet vinden, hè. Nou ja, en zonder plakmijn kom je natuurlijk nooit in die comms room, hè. Ja, nou, en dan kan je de kunstcontrol room wel vergeten. Precies. Zeg, kent u dat spelletje dan, meneer Stevens? Ja, wat dacht je dan? Joh, maar ik ben ook nooit verder gekomen dan de comms room, hoor, eigenlijk niet. Hé, jongens, hou nou even op. Wat is dit voor geheimtaal? Ik word er gek van, ik begrijp er niks van. Zit, het is geen geheimtaal, het is gewoon Engels. Ja, maar waarom moet alles in het Engels? Willemijn die komt met de garage sale. Sander die hebben het over piepeltjes. Jij hebt het over level 2 of 3. De recharge point, de comms control. Wat was het? Ik weet het niet, hoor. Kijk, officieus is Engels de wereldtaal geworden. Ja. Kleine kinderen leren het niet voor niks op de lagere school. Ja. Vroeger heb ik nog eens Esperanto gedaan. Oh ja, joh. Esperanto? Ja. Is dat een soort men voor koffie verkeerd? Nee, dat is een soort mix van alle Europese talen. Ze wilden er een wereldtaal van maken. Wat zeg je nou, een mix van alle talen? Ja.
Zo, hey, dat brengt mij opeens op een idee. Hey, ja, pizza Esperanto. Nou, het klinkt geweldig. Wat moet ik me daarbij voorstellen? Nou, een pizza met alle klikjes van heel de week erop. Harry, je hebt goud in je handen. Nou, dat dacht ik ook. Hey, jongens, hartstikke bedankt. Ik ga het er meteen bakken. Nou, dat zal een verrassing zijn voor Maria, zeg. Ja, denk ik ook wel. Vergeet die kunstmest niet. Nee. Zo, wat eten we eigenlijk vanavond? Nou, ik weet wel wat we niet eten. Hardiets, pizza's, Esperanto. Nee, dat eten we niet, maar we eten wel lekkere ouderwets draadjesvlees. Draadjesvlees? Ja. Staat niks van op mijn briefje, hoor. Heb ik niet meegemaakt. Wel, er staat wel op je briefje. Ik heb het er zelf... Nee, nou, kijk, heb je dat briefje nog? Alsjeblieft. Nou, wacht. Hier, aardappels, rode kool, tomaten, kom... Hey, en geen draadjesvlees. Nee. Nou ja, dat komt natuurlijk omdat Henri dat altijd maakte, die lijstjes, hè. Ja, daar moet ik nog steeds aan wennen. Nou... Ja, Willem, als je toch draadjesvlees wil eten, moet je nu naar de winkel gaan, hoor. Dat moet toch zeker 2-3 uur opstaan? Ja, daar heb je gelijk in. Ik ga ook gelijk. Opa Willem, ja. Mag ik in het schuurtje zoeken naar wat spulletjes voor mijn garage? Ah, tuurlijk, meid. Ja? Ga je gaan. Oh, maar wacht even. Achter in het schuurtje liggen wat spullen van opa Henri. Die wil ik houden. Ja, okay. Ga jij anders even mee. Jij weet het allemaal. Ga ik ondertussen naar de slager. Oh, Willemijn! Willemijn, nog één dingetje. Gooi niks in de verkoop voordat ik het gezien heb. Is dat goed? Ja, ik let wel op. Oké. Nou, wat een schattig kookstelletje, hè? Allemaal van die kleine kindertjes. Romantisch. Waarom zijn we eigenlijk nooit gaan kamperen? Nou, ik krijg al ruzie met je vader in een 5-sterrenhotel. Dus het leek me niet verstandig om te gaan bivakkeren in een lekkende tent. Hé, hey, dit is nog een onuitgepakte vuistdoos van ons. Ja, hij staat er met een reden. Wat zit erin dan? Hé, hey, fotoalbums. En jullie trouwalbum? Wat doet dat hier? Ja, sommige dingen stop je liever een beetje weg. Oh, nou dat haar voor jou. Oh, en die pofmoutjes. Oh, wat erg. Nou ja, zeg het. Nee, dit is veel te leuk. En het haar van papa. Nou, dit lijkt wel het huwelijk van Barbie en Ken. Nee, dan jij met die veel te wijde pijp. Is dat soms normaal? Nou, ik hoop het niet, mam. Wie wil er nou nog normaal zijn? Ik? Ja. Ik wil gewoon heel gewoon, heel normaal zijn. Gewoon lekker werken, mijn eigen dingen doen. Ik voelde me zo opgesloten in die villa in België. Wat zag je eigenlijk in papa toen? Wat zag ik eigenlijk in papa? Ja. Hij maakte me aan het lachen, hè? Net als jij. En hij is een hele leuke vader. Ja, weet ik veel. Misschien heb je in een huwelijk wel eerder een valhelm nodig dan in het verkeer. Nou, papa had wel meer haar dan nu. Nou, alsjeblieft. Doe die anders maar weer terug. Ik geloof niet dat ik die nog eens in de groep wil gooien. Zie je nog wat of ga je mee naar binnen? Hé, hey, kijk eens onder die werkbank. Hé, wat staat daar? Oeps. Een van dat eng doosje. Uit de oorlog, is helemaal verroest. Is Duits. Nou, misschien weet je ook wel wat het is. Zeg, wat doe je nou met dat album? Die neem ik mee. Dat ga je niet verkopen, hoor. Mam, daar geeft niemand toch een stuiver voor? Zo, dat is andere koek. Ik heb al 5 hotels in Amsterdam. Kalverstraat, Leidsestraat, 2 op de Blaak in Rotterdam. Jij hebt 5 huisjes op de Dorpsplein in de Brink. Faillissement onvermijdelijk, jonge vriend. Ik had het kunnen weten. Ik heb natuurlijk geen kans tegen een professor economie. Oh, dat heeft niks met economie te maken, hoor. Spuug op de dobbelsteen. Je bent gewoon een vieze, vuile valsspeler, dat ben je. Zo. Zeg, kijk een beetje uit. Ik zit net een beetje lekker geld te verdienen. Ach, pap, heb je weer zitten likken aan de dobbelstenen? Ja. Ja, en hoe, zeg? Oh. En wat is dit voor een kist? Lijkt wel uit de Tweede Wereldoorlog. Hoe weet jij dat nou? Nou, wat dacht je dan dat het was? Een picknickmand of zo? Zeg. Staan maar huis op, hoor. Zeg, waar heb je dat gevonden? Ja, achter in het schuurtje van Willem. Zit dus nog behoorlijk zwaar. Ja. Zal ik hem openslaan met een bijt op? Ja zeg, ben je gek geworden? Misschien zitten er wel even explosieven in, toch? Nou en, ik doe toch de hele dag niks anders dan een dikke tijdbom uitrijden en de trein halen. Dus ja, en deze staat nog gewoon stil ook. Leveltje 1. Nee hoor, niemand gaat aan dat kistje zitten voordat we weten wat erin zit. Oh, ja. En dat zijn met die flauwekul. Het geeft een hoop rommel hoor, als dat ding ontploft. Trouwens, in tegenstelling tot jouw spelletjes, hier heb je maar 1 leven te verspelen. Ik zou wat voorzichtiger mee zijn. Oh, dat heb je gelijk ook in, opa. Hé, maak jij hem dan even open. Ach, je bent een gevaarlijke gek, jij. Weet je dat?
Jongelui, even chillen, hè? Zo heet dat tegenwoordig. Chillen! Alsjeblieft, chillen, jongens. Het beste lijkt mij dat we meteen de EOD bellen. Explosieve opruimingsdienst. Ah nee, moet dat nou? Dat komt natuurlijk in de krant. Ik zie het gegniffel al voor me op de redactie. Mevrouw Fietshelm woont zelf op roestig explosief. Nou, je kunt kiezen tussen een ingestort ego of een ingestort huis. Oh, wat kost een ingestort huis? Ach, mam. Ja, oké, hoor, we bellen de EOD wel. Moeten we nou niet even op Willem wachten? Nou, ik heb een beter idee. Ik bel even een studiegenootje uit Groningen. Die is tegenwoordig zit bij het Wapenmuseum in Delft. Jan Maarten, raad jij eens wie jij aan de lijn hebt? Juist, Rogier. Ja, dat is heel goed, zeg. Geschoren kameraden van het eerste uur, verheven blijft het vaandel, langs vijanden door vuur. Papa, ik vind het heel ontroerend hoor, al dat studentico's gedoe, maar we staan hier wel met een explosieve ding op tafel. Ja, nee, daar heb jij gelijk in. Ja, Maarten, even serieus, hè, blijf er even bij. Nou, het volgende is het geval. Wij hebben in het schuurtje in de tuin een doos gevonden. Ja, een kistje, hè. Staal, metaal, ja. Er staan allerlei tekens op, onder andere een hakenkruis. Ik meen te kunnen onderscheiden Panzer... Wat zeg je nou? Een Duitse Panzerfaust? Wat is dat? Een antitankwapen. Goeie Rutte. Ja. En nou? Oh, meteen explosieve opruimingsdienst bellen. Ja. En dan? Evacueren? Oh, nee. Evacueren. Hallo? Kijk eens, pizza Esperanto. Joh, wat heb je er allemaal opgepleurd? Nou, alles wat we over hadden van deze week. Nou, dan kan je het beter pizza Desperado noemen. Nee, niks Desperado, gewoon pizza Esperanto. Ja. Joh, dat is een culinaire rondreis door Europa. Kijk, Hollandse garnaaltjes, Duitse worst, Italiaanse mozzarella, Noorse zalm en Franse kaas. Jezus, de vlam is al uit bereid. Ja, en Spaanse pepertjes. Hey. Buongiorno. Oh. Pronto pizza. Hey, professor van Kleef. Zo zeg. Wat zegt u? Een Duitse panzervuist in de keuken? Ja, nee, ik leg gelijk een stapel Esperanto's in de oven. Hoe bedoel u? Laat u maar. Het is al een kleine moeite. Oké, tot straks dan. Joop, dat is toch niet te geloven, joh. Vinden ze zomaar een Duitse panzervuist uit de Tweede Wereldoorlog bij Willem in het schuurtje? Wat voor vuist? Een Duitse panzervuist? Ja. Bizar, joh. En wat nou? Wat nou? Nou, de explosieve opruimingsdienst die komt. Ze hebben heel de straat afgezet samen met de politie. Wat? En iedereen moet zijn huis uit. Wat vreselijk, joh. Helemaal niet, joh. Nee. Joh. Ze komen allemaal hierheen. Hey, Joop, doe heel gauw dat schort om. Ja. Dat is kassa, weet je dat? Even gauw even aan oppakken. Okay. Wat krijgen we nou? Hey, wat zijn we aan het doen, meneer? Nou, wij wonen in deze straat. We willen graag even naar huis. Dat zal niet gaan, meneer. Wat? Acuut ontploffingsgevaar. Explosieve opruimingsdienst is bezig een verdacht object uit een woning te ontmantelen. Wat, welk huis? Welk verdacht object? Ik kan die informatie niet aan elke passant gaan verstrekken. Nou ja, zeg, zie ik eruit als elke passant. Ik woon in deze straat en ik heb het recht om te weten om welke woning het gaat. Wat is uw naam? Bol, Willem Bol. En ik woon op nummer 4. Momentje, alstublieft. Jan, ja. Dit is Anne. Hoe gaat het daar? Nou, het gaat natuurlijk goed. Beter als jij erbij bent. Ja, nou ja, zeg juffrouw, neem me even niet kwalijk. Ben jij toch grappig. Ik stoor toch hoop ik niet, hè? Jan, ik heb hier een nogal ongeduldig type naast me staan. En een Bol. Ja, Willem Bol. Van nummer 4. Bol, hij zegt gewoon op nummer 4. Wat toevallig. Ja. Ik ga hier ook bij nummer 4. Oh! Jij staat ook op nummer 4. Nou. Nou, bedankt Jan. Ja, is goed. Oké. Nou, dat verdachte object ligt in uw keuken, meneer. In mijn keuken? Ja. Mevrouw, dan moet ik er ogenblikkelijk naartoe laten. Nee, ho. Wij gaan helemaal nergens heen. Ja, wij gaan wel ergens heen. Nee, wij gaan helemaal nergens heen. En weet u wel dat het bezit van wapens en of explosieven illegaal is? Ik ben helemaal niet in het bezit van wapens en of explosieven, mevrouw. Nou, daar denkt de politie en de EOD heel anders over, meneer. Waar is mijn familie? Iedereen zit in de pizzeria. Pronto pizza, rustig te wachten tot de straat weer wordt vrijgegeven. Juffrouw, zegt het dan meteen. Pronto pizza. Ja. En waarom gaat u zelf niet ook gewoon lekker even een pizzatje eten? Hè? Omdat ik weet wie ze maakt. Maar
Die Esperanto's die lopen zo hard, we hebben geen klikjes meer. Het enige wat ik nog heb is wat gehakt van die rode Spaanse pepers. Nou, weet je wat? Dan maken we gewoon calzones. Weet je wat, dat zijn van die opgevouwen pizza's. Daar stoppen we dan het gehakt in. En die Spaanse pepers. Nou, dan heb je pizza la bomba. Nou, dan mag je de brandweer opbellen. Die pizza's staan er toch al. Zeg, nou, ik begrijp dat het allemaal heel vervelend voor jullie is. Maar één troost, voor Harry Stevens is het een klapper, hoor. Want je noemt, ik kan dit noemen als een echte winstexplosie. Eens een dode, anders een brood. Ja. Zeg, als ze Willem maar op tijd opgevangen hebben. Ja, nee. Heeft hij geen telefoon bij zich? Ja, toch niet dat je naar slager gaat. Hij moet toch gewaarschuwd worden? Ja, hoe? Rooksignalen. Hey, tjonge, jongen, het is toch niet te geloven, hè? Je gaat gewoon een handje kunstmes lenen. Nou, ik sta nog in dat schuurtje om die emmer te pakken. Nou, zo tering, je moet er toch niet aan denken, toch? Ja, bloedlink, hoor. Want jarenlang liggen die dingen geniepig te sluimeren. En één tikje op de verkeerde plek en boem! Hey, Joop, wil je dat alsjeblieft niet doen, zeg? Nou, het enige wat ik wil zeggen is dat jullie al die tijd op een kruidvat hebben geleefd. Ja, je moet er toch niet aan denken wat er gebeurd zou zijn als dat ding was afgegaan? Komt hij in vredesnaam aan zo'n dienst? Ja, weet ik veel, maar goed dat de kinderen het nooit hebben ontdekt, hè? Ja, ik weet nog van die twee jochies die doos met handgranaten hadden gevonden bij de spoorbrug. Nou, een van die gasten die trekt de pin eruit. Ja, Joop, dat zijn nou niet de verhalen waar we op zitten te wachten. Zeg, ga jij nog een beetje de hele boel op zitten te naaien? Nee, ik sta er bijvoorbeeld niet op te naaien. Jawel, Joop. Nee, dat doe ik niet. Jawel, Joop, dat doe ik niet. Nee, joh, die panzervuisten zijn rotdingen, joh. Daar halen ze de rupsbanden van de tanks mee af. Dan zijn ze helemaal hulpeloos. Joop, dat is nou een verhaal waar we nou helemaal niks aan hebben. Ja, dat zeg je nou wel. Joop, kom mee naar de keuken bakken. Nee, laat me nou even mijn verhaal vertellen, joh. Joop, weet je wat we gaan doen? Nee, en ik wil het niet weten ook. Joop, luister nou eventjes. Nee, ik ga naar huis. Je kan me wat, elke keer als ik een verhaal sta te vertellen, kom jij met je grote maal ertussen. Ik ga. Nee, Joop. Joop, hoor nou even. Joop, dat kan je me nog niet aandoen. Heel de zaak zit vol met mensen. Ja. Nee, zet jij nou even die bomba's in werking, hè? Dan, en leer van mij altijd op de situatie inspelen, hè? Leer dat van mij, hè, Joop. Ja. Ah, daar is hij. Oh, jongens, daar zijn jullie. En waar zijn de kinderen? We zijn er vertrokken, de vriendjes. Jongens, wat is er nou in vredesnaam gebeurd? Een bom in mijn keuken. Ik zat te trillen op mijn poten. Hoe kwam dat ding daar? Ja, dat wilden we nou juist aan jou vragen. Ja. Nou, Willem, je bent er nog. Ja, zo'n panzervuist, dat is niet kinderachtig, hoor. Ik weet nog van een... Ja, ga nou weg. Waar komt hij vandaan? Zo'n groen kistje. Ja, hè? Nee, wacht nou even, jongens. Het tolt me. Ik weet het niet meer. Ik snap het niet. Ja, maar door die rare hobby van jou waren we wel bijna allemaal de lucht ingevlogen. Rare hobby? Welke hobby? Ja, die souvenirs uit de Tweede Wereldoorlog. We hebben in de schuur een Duitse Panzerfaust gevonden. Is een groen kistje met van die legertekens erop. Hé. Een groen kistje? Ja. Jongens, dat was van Henri. Ja. Dat heeft hij gevonden in het puin van zijn huis toen het gebombardeerd was. Dat was een munitiekistje, ja, maar dat was wel leeg. Nou, het is anders behoorlijk zwaar, hoor. Wil jij weten wat er nu in zit? Ja? Ja. Tentharingen. Nee. Tentharingen. Hé, Joop. Tentharingen. Ja. Tentharingen. Ik had nog zo gezegd, opa, laten we dan eerst even kijken wat erin zit. Ja, of in ieder geval even wachten tot Willem er is. Dat heb ik gezegd. Ja, wrijf het er maar weer in, hoor. Het is allemaal weer mijn schuld. Ja. Jongens, wat doet het ertoe? We kunnen het allemaal navertellen. En opa Rogier heeft wel gelijk. Je moet uiterst voorzichtig zijn met die oude... Tentharingen. Ja. Kijk, sms'je van de redactie. Ik heb nog zo gezegd, geen bommetje. En trouwens, opa, ik geef u een revanche op die tikkende tijdbom, hoor. Voor mij even geen bommetjes. Oké, dan gaan we voetgangers en fietsers voor een sokken rijden. Mogen we voor jou of Carmen en Lene zus? Geen sprake van. Ik ben wezen winkelen. Ik heb me georiënteerd op de spelletjesmarkt. En ik heb een heel bijzonder spel gevonden. Gek, opa. Wat is het? In de eerste plaats kun je dit spel met meerdere personen spelen. En het is ook interactief tussen de spelers onderling. Wauw. Dat is nieuw. Verder zit er een gokelement in. En je moet een grote handvaardigheid hebben. Hè, zodat er dus een grote oog-handcoördinatie moet zijn. Nou, begint het mij ook te interesseren. Nou, opa, vertel het wat het is. De suspense is killing me. Het is 21, 22, 23. Kansenbord. Oh. Ah.
Thank you.